Toen wij de doopjurk kregen van meneer Van der Ploeg, toen waren we daar zo blij mee. Die doopjurk die was van Mooie Keetje. En Mooie Keetje, Anna Cornelia van der Maden, is een bekend figuur uit Oosterhout. Waarom is ze zo bekend? Nicolaas Beets, alias Hildebrand, heeft een boek geschreven, De Camera Obscura. En in dat boek heeft hij Mooie Keetje genoemd. Want hij was in Oosterhout op bezoek geweest en daar had hij een meisje gezien. Een meisje met een rozenrode mond, met volle lippen. Zo mooi, dat daar kan niemand aan tippen. Daar moet u echt eens naar gaan kijken. En om te kijken waar Mooie Keetje woonde. Mooie Keetje woonde waar nu opening is naar de Mathildestraat naast Victor Boeren. Dat is voor ons Oosterhouters het makkelijkst te herkennen. Victor Boeren zit in een grote meubelzaak. En dat pand was vroeger Hotel Koppelpaarden. En daarnaast stond Hotel Hildebrand. En dat was het etablissement van eerst van de ouders van Mooie Keetje. En omdat zij zo mooi was, kwamen daar mensen aan de bar. En die wilden dan graag door Keetje bediend worden. Nou, dat was in 1807 is Keetje geboren. Dus dat was rond 1840 hebben we het dan. In die tijd kwam koning Willem II kwam bij haar. Koning Willem I en koning Willem II kwamen bij haar op bezoek. Nou, dat was voor Oosterhout nogal iets. En dan vraagt u zich misschien af, hoe kan dat nou toch, dat dat zo belangrijk was? Nou, beide etablissementen, Hotel Hildebrand en Hotel Koppelpaarden, stonden aan de Napoleonsbaan. En de Napoleonsbaan is de weg van Parijs naar Utrecht. Eigenlijk is Oosterhout en dan een beetje zo hier de Bredase weg. En dan de Heuvel en de Kerkstraat en de Markt en de Leijsehoek en de Veerseweg. Dat is eigenlijk de A27 van toen. Dan hebt u meteen een stukje geschiedenis meegekregen. Nou, dus in 1807 werd Mooie Keetje geboren en gedoopt in die jurk die wij nou van meneer Van der Ploeg gekregen hebben. Dat was voor ons zo'n groot geschenk dat we zeiden, daar willen we iets mee doen. Het bleef nog een beetje van de zomer nog een beetje hangen, maar het is winter geworden. En wat is er mooier om met kerst de doop centraal te stellen. Het kindje is geboren. Nou, voor ons is vandaag Keetje in de belangstelling. En dat staat ook mooi op derde kerstdag. Die doopjurk die, van Keetje, die hangt niet hier. Die staat ook niet hier. Die hangt boven. En we hebben een tentoonstelling boven ingericht. En daar vindt u allerlei informatie ook over de achtergronden van de doop. Toen wij onze oproep deden in de krant en op Facebook, toen dachten we, zouden daar wel doopjurken opkomen? Nou, reken maar. 33 doopjurken zijn er gekomen. En we hebben er ook nog terug moeten geven. We hebben mensen af moeten wijzen. Mensen die later kwamen of doopjurken die van later tijd waren, van na 1950. We hebben echt een lijn moeten trekken. En als u direct naar de tentoonstelling gaat kijken, dan ziet u ook waarom. Want dan ziet u dat de vitrines echt mooi gevuld zijn en dat elke doopjurk tot zijn recht komt. Elke doopjurk komt dus boven in de tentoonstelling tot zijn recht. En elke doopjurk vertelt een verhaal. Die vertelt uw verhaal. Het verhaal van de bruidsjurk van uw moeder. Of het verhaal van uw vader die uit Indië uit de oorlog terugkwam met een stuk parachutezijde. Waar zijn verloofde een bruidsjurk in gemaakt heeft. Of het verhaal van het kindje wat op eerste kerstdag geboren is en gedoopt. En helaas niet het doopjurkje kon dragen. Al die verhalen die vindt u boven in de vitrine. De informatie staat erbij. En als u dat thuis nog eens op uw gemak na wil kijken. We hebben ook een film, die draait hierachter. En daar staan ook al die doopjurken met hun verhalen weer op. Dan is het een heel mooi document geworden. Als u straks boven komt, dan komt u eerst bij de vitrines en dan ziet u die doopjurken. En dan ziet u eerst een geheel van doopjurken. Wit. Want wit is reinheid. En doopjurken waren wit. Nog niet zo heel lang hoor. Pas vanaf ongeveer begin 20e eeuw waren ze wit. De doopjurk van Mooie Keetje is wit, maar dat is eigenlijk uitzonderlijk voor die tijd. Want in die tijd werd hem nog niet zo in het wit gedoopt.
Maar al onze doopjurken zijn wit. Maar verder, als je goed gaat kijken, is er heel veel verschil. Er zijn korte jurkjes, er zijn lange jurken, er zijn jurken met verhoogde taillen, met veel kant, met weinig kant, hele simpele jurkjes, hele uitbundige jurkjes, echt handgemaakt kant. En dan vraagt u zich af, hoe weet je dat nou dat het handgemaakt is? Nou, je kunt, als je, we hebben een kantklos, vrijwilligster hier, en die kan dat kant precies herkennen. Dan zitten er haakjes aan, want dan gaat het ene bloemetje naar het andere bloemetje echt met een haakje en machinaal, dan is dat niet, dan wordt dat gewoon aan elkaar geplakt. En we zien ook als je de doopjurken gaat bekijken de handsteekjes van het naaiwerk, het handnaaiwerk. Niks is op de machine gemaakt en dat is zo mooi. Nou, dan denk ik dat ik lang genoeg gesproken heb, want ik kan nog wel een uur praten over doopjurken en over dooptradities, maar ik zou zeggen, bekijkt u de film eens. En bekijk vooral ook de informatie die boven is. En boven ligt ook nog een boekje met verkorte informatie die ik nu vertel. Over dooptradities, over doopmode, over de doopvonten. Niet te vergeten, die vergeet ik zelf bijna. Die hangen hier aan de wand en boven ligt ook een doopvont. De doopvontfoto's zijn gemaakt door Jan Tak. En die heeft een hele serie gemaakt. En wat daaraan opvalt is dat de doopvonten... Vond is trouwens het woord voor bron, dus doopbron. Die stonden in de katholieke kerk altijd achteraan, want je mocht nog niet in de kerk als je niet gedoopt was. En bij de gereformeerden stonden ze in de dooptuin. Nou, dat is een mooie brug, denk ik, naar Pater de Valk. Die gaat iets verder in op de dooprituelen. Daar weet hij alles van. En dat is, dan word je zo geconfronteerd met de tijd. Want laten wij onze kinderen nog dopen? Komt dat nog voor? Hoe lang laten wij onze kinderen nog dopen? En dan denk ik, laten we deze traditie warm houden. En vandaag staat de doop in ieder geval hier centraal. Nou, veel plezier alvast. Ik geef het woord aan Pater de Valk. Vertel, dames en zus, dat ik dit ging doen, de inleiding houden hier over doopjurken. En zei ze, ik heb ook nog een doopjurk van mijn zonen, die ik voor mijn zonen gemaakt heb en waar ze gedoopt zijn. En ik kreeg hem mee en was natuurlijk hier het mutsje. En hier, het is wel van na 1950, het is nog een beetje een jonge kant. Maar ik vond het toch leuk om mee te brengen en te laten zien dat ik nog een en ik herinner me wel, in al die tijd dat ik gedoopt heb, in Tiel, in Schiedam, in Bergen-op-Zoom en ook hier in Oosterhout, zijn er vaak heel veel doopjurken ook gepasseerd. Dat we zeggen, ja, het is een echte doopjurk. Want ja, dopen. Als ik de Bijbel pak, dan krijg ik allereerst het verhaal dat Johannes de Doper, dus nog voor Jezus Christus, al aan het dopen was. Hij preekte een bekering. En daar kwamen veel mensen op af. En ook Jezus zelf. En Jezus werd zelf door hem gedoopt. Om, ja, als teken van goedvaardigheid, van het teken van bij Johannes de Doper verbonden te zijn. Bij ons, bij de katholieken, wordt een kind gedoopt. Maar de protestanten zijn ook christen. En die kennen ook het doopsel. Ja, ik hoorde het net nu ook. Alleen, ik hoorde van de commentaar daar, dat de katholieke kinderen werden meestal zo gauw mogelijk gedoopt. Want vroeger was het, daar was ik ook niet zo gelukkig mee. De gedachte in de katholieke kerk, dat je om in de hemel te komen, moest je geloven en gedoopt zijn. En zo waren de mensen bang als er wel eens kon gebeuren, een kindje gedoopt, geboren werd, dat het plotseling stierf. En daarom werd meestal zo gauw mogelijk een kindje gedoopt. Op het ogenblik zijn we daar niet zo strak in. Tegenwoordig wordt ook kind gedoopt. Maar meestal tegenwoordig zijn ze
een paar weken oud of een paar maanden of een jaar. En dan worden ze dan gedoopt. Het zat ook in de katholieke leer. De leer. Adam en Eva, de eerste mensen, hadden gezondigd. En daardoor werd iedereen geboren met een erfzonde. En we werden gedoopt om bevrijd te worden van die erfzonde. Dat werd in de katholieke kerk geleerd. Maar de laatste tijd, de menselijke wetenschap, weten we dat het verhaal van Adam en Eva niet klopt. Maar dat de mens ontstaan is door een evolutie. Niet zomaar niks geschapen, maar uit de evolutie ontstaan is. En zo is, die erfzonde. En dat bevrijd worden van de erfzonde. Dat wordt op het ogenblik niet meer in de katholieke kerk geleerd. Maar het wordt toch telkens naar voren gehaald. Vooral dat vroeger, dat dopen bij de ouders en de familie heel gewaardeerd werd. In aanzien stond. Want ik weet wel, mijn jongste zus, dan gingen wij als broertjes en zusjes allemaal naar de doop. En de doop was voor toch een belangrijk gebeurde. Na een kind werd geboren en dezelfde dag op de volgende dag werd het kind gedoopt in de broer. En dus nu wordt het allemaal veel later gedoopt. In ieder geval, bij de doop krijgen we nog ceremonies. En een van de ceremonies is dat het kindje wat zout op de mond krijgt. Als teken van reiniging, zout reinigt, zuiver, prikkelt om het te inspireren. En ja, tegenwoordig hebben we nog meer doop. Persoonlijk doe ik ook, als ik een kindje doop, dan geef ik het ook een beetje honing. Want zout vind ik nou niet zo lekker. Als ik dan zeg, ik geef het kindje een beetje honing, stimulerend, dat het dopen een inspiratie is voor het kind om een voluit te leven en zich volledig te geven aan die ideaal die Jezus ons heeft voorgelegd van liefde, naaste liefde. Want dat leerde Jezus ook en daarom was het ook heel belangrijk dat het kind gedoopt werd. Jezus zei, als je gelooft en gedoopt bent, zul je opgenomen worden in de hemel. En dat was dus een gezegde van Jezus. En dat heeft dus vooral bij de katholieken gewerkt, dat de kinderen zo gauw mogelijk gedoopt werden als ze geboren zijn. Doopkleed hangt hier zo mooi over. Daar hebben we net nog niks over gezegd. Maar de preek ging met het kindje naar de kerk, zoals we al hoorden, dezelfde dag of enkele uren na de geboorte. En dat kindje lag helemaal onder dat kleed. We hebben boven ook een pop aangekleed met een doopkleed, waaraan u kunt zien hoe dat vroeger ging. En dan tot slot, voordat we dan echt gaan kijken, als dan alles afgelopen was, dan ging moeder een week of zes daarna nog de kerkgang doen. En dan ging ze voor in de kerk zitten wachten tot de priester kwam. Dan ging ze met de priester samen nog naar het Mariabeeld. En daarmee zijn we dan vanaf 1807, van een mooi keetje, naar de dag van vandaag terechtgekomen. En daarom wil ik vragen of u het kleed van de doop, symbolische doop, wil ik af wil trekken. Boven staan de anderen. Nou, hartelijk dank. Dan ga ik met de eerste bezoekers naar boven. Wilt u mee naar boven? Ik ga twee uur. En hoe vind je het? Ja, mooi. Mooi, hè? Echt mooi. Maar wat een verschil is het. Ja, mooi. Oh, ja, ja. Gaan we naar beneden? Oh, dit lijkt wel een beetje. Ja, dat ook, hè?
Ja, het hoort er ook bij. Ja. Er stond ernaast, hè? Ja, oh, dat ernaast stond. Je hebt... Nee, ik ben verderop van Kees Kanellis. Oh ja, ja. Zeker. Maar dit, daar zijn wij toen nooit binnen geweest, toen niet. Nee, ben je... Ja, met de kop van de Naar het raam. Hoe vind je het? Ja, mooi. Mooi, hè? Mooi. Ja. Maar wat een verschil, hè? Ja, allemaal. Oh, ontzettend. Allemaal anders. Ja. Dat is eigenlijk het mooie ervan. Ja, dat is zeker. Ja. Zeker. En de een is mooier dan de ander, maar er staan verschillen ook. Nou, het zijn toch mooie dingen bij. Ja, hè? Ja, dat halen wij niet. Ja, leuk. Ja, en dan beperkt ingeschreven, want daar is dat. Ja. Nee, maar waarom heb je het zelf gemaakt? Maar je dacht, ik zou niet weten dat je een kusje genomen en daar is een van de doofkleed. Oké, ook al die in plaats van de doofkleed. Ja, ik denk dat het wel een beetje ja, maar je moet hem nog willen gebruiken. Wat is de doofkleed? Ik heb die ontvangen bij mijn geboorte. Ja. En dat was 27 april 67. April 1967. En ik ben iets eerder geboren als onze koning. Zo. Nee, nog niet. Maar wij moeten, kunnen we pinnen om te betalen, want we hebben maar 4 euro. Moeten we die bestellen? Ja, zelf. Oh.